Alle kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Dungeons & Dragons 2 met Ido. Hallo, Sean. En zoals jullie kunnen zien, zijn we nu in een nieuw park. En wat is het park, Ido? Ik heb geen flauw idee. Goed begin, is het halve werk. Nee, dit is volgens mij Factory Capers of zoiets. Oh, we kunnen dikke geen geld vragen voor intree van Maar dat maakt niet uit. Zo te zien, ga jij beginnen met een attractie, dus dan begin ik ook met een attractie. Dus de intree kan meteen op 15 euro zetten, vind ik. Sweet. Laten we de bezoeker meteen niet helemaal gaan verspreiden op het hele park eigenlijk. Dat vind ik echt niet zo heel erg fijn. Precies. Laten we hem maar even afbakenen. En deze zet ik gewoon gelijk op hun. Het hele park doorrennen. Zoveel mogelijk attracties even snel bouwen. Dat de mensen gaan komen. Zo dicht mogelijk gewoon lekker bij elkaar. Ja, is goed. En dat je ook kunt doorbouwen op dat pad. Oh, het gaat regenen. Even snel een informatiekiosk. Die doe maar. 20 euro per paraplu weer. Oh nee, dat is geen goed plaats voor de uitgang. Nee, ik hoor geen muziek, jij wel? Ja, ik hoor het net een klein beetje. Oké, okay, ik hoor helemaal geen muziek eigenlijk, maar... Oeh, ik heb een goed idee. Maar even... Maar dan moet ik die borden daarbovenin wel even een beetje aan. Wat is jouw idee? Vertel het eerst eens even. Nou, de uitgang van het gebeuren, die wil ik ook een beetje wat je... De uitgang van het gebeuren? Wat is het gebeuren? Die twist attractie. Die wil ik ook connecten met die brug dingetje. Dat ook mag eten. Ik denk dat expres dat niet alles het hele park kan verspreiden nu. Oké. Okay. Dus we moeten gewoon alleen zo snel mogelijk attracties bouwen en geld gaan verdienen. Dat is het belangrijkste nu. Dat klopt. It doesn't matter how, but we need that money. Ja, en ik zet ook alvast even een aantal bandjes neer. Brillenbakken die staan daar al. We beginnen met een heel duur zakje lucht. 2 euro. Waarom heb je één stuk pad echt helemaal anders gemaakt? Ja, dat weet ik niet. Ik stond nog zo ingesteld van de vorige map. Dus ik denk van, ja, wat maakt het ook uit. Just do it! Zoiets. Daar nog even een vuilnisbakje erbij. Daar eentje. 2 euro voor een blikje drinken. Zo'n vrij normale prijs in de hele tijd op 2,50. Ja, zoiets. Als je al niet meer betaalt. 10 cent naar de wc te mogen. Misschien nog gelijk even een marketing ding erbij gooien hier dan. Gooi er maar bij. Ja, dat kan ik beter wel een beetje overlaten aan jou, want jij bent de marketing expert. Hou op. Stop met liegen. Je mag niet liegen van je moeder. Echt, dit park vind ik ook wel een beetje apart van het uitziet, maar wel mooi aangekleed. Dat is sowieso waar. Aangekleed? Ja. Oh, maar kijk naar de vorm van het park. Echt hè? Heel vaag. Oh, je kunt ook upgrades kopen. Het park uitbreiden. Maar dat doe ik niet. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar je SO1 acht maanden zo helemaal naar... Dat we de hele wereld laten schommelen. Oh god. En dan gewoon echt wel één rechte lijn alleen maar kopen. Oké, okay, ik ben de research expert, dus we gaan voor... Even zien, decor en thematisering vind ik niet interessant. Budget laten we nog wel even op 200. Alleen spannende attracties is voldoende. Ja. Nou, zet maar iets hoger trouwens. Ja, dat kan. Misschien kunnen we ook alvast een beetje de lening al af gaan betalen. Nou, hij zou 2000 weg kunnen doen. 3000. Oké, 3000. We hebben nog wel een klein beetje geld over, dus... Dat is helemaal positief. De mensen die rollen echt binnen. Ja, niet staan of niet lopen. Rollen. We gaan een klein beetje geld overhouden. Ja, dat is goed. Als we meteen gaan... Eigenlijk moet het daar gaan regenen. Dan krijgen we het geld.
Ik heb al gelijk al een regel bij een beetje het begin van het park al gehad, dus... Ja, wat? Dat we al regen aan het begin al hadden. Ja, maar er waren te weinig mensen. Van 3-4 minuten geleden of zo. Er waren te weinig mensen. Nou, oké. En één attractie is het nog van je gesloten. Nee, ze wilden testen. Ook goed. Maar niemand kon er nog in, dus voor mij is het al gesloten. Nee, gesloten is als hij niet draait. Er geen toegang tot is. Is dat toch ook niet? Is dat toch geen toegang tot? Zal ik een klein achtbaantje bouwen? Nee. Even wat meer mensen krijgen. Ja, moet je kijken dan hoe we aan het bouwen zijn trouwens. Echt hè? Eigenlijk gewoon wat eerst meer van money nodig. Ja, dus meer attracties met andere woorden. Zoiets. Maar kijk, echt alles wel op elkaar gepest. Ja, dat was niet met de, dat was met de vorige attractiepark ook zo hoor. Echt het ene gebied hadden we gewoon volgebouwd. De rest... Maar dit is next level. Mijn stukje wat ik echt gebouwd heb. Ja, oké. Ja, je hebt nog enigszins ruimte ertussen gelaten. Ik nog niet eens. Ja. Ja, dat doe ik expres, hè? Want dat hebben we ook niet in het echte leven. Als je bijvoorbeeld kijkt bij... Ik zou wel zeggen, Walibi of zo, of Hellethorn. Daar staan ook niet alle attracties gewoon bij elkaar. Echt precies op één stuk gepropt. Nee, zijn we ook gewoon... Een beetje decor en thematisering. Maar wij toch ook? Ja, wij hebben één thema. Een fabriek. Gebeuren. Is een thema. Ja, oké. Okay. Ik vind het altijd wel knap hoe ze die parkeerplaats en die weg hebben gemaakt hier. Ja, maar hoe kun je die eigenlijk maken? Is dat niet trouwens dit? Nee, dat is het niet. Echt, de mensen die lopen echt naar binnen. En dat de intree echt gratis is. Had je ze toevallig al op pillen zo maat neergeplipt? Nee, hebben we dat nodig hier? Nee. Nog niet? Nee, eigenlijk helemaal niet. De intree is 25 euro. Dat moet toch wel goed zijn. En de mensen lopen nog steeds als gekken naar binnen. We hebben nu al 334 bezoekers. Oké, okay, project Ido. Jij gaat dadelijk een kleine attractie, of een achtbaan maken. Niet een attractie, achtbaan. Dit is een attractie. Ja, oké. Okay. We gaan eerst nieuwe advertenties doen. Oké. Okay. Zie al die mensen dan naar binnen stampen. Hé, hey, er gaat er één naar huis. Waarom? Nooit dat er zoveel mensen naar binnen komen. Vinden een plattegrond wel erg goedkoop. Zou je de winkelkruimers even kunnen kijken of mensen dat duur genoeg vinden? Als ze er iemand gebruik van maken. De frisdrankkraam heeft nog niemand gebruik gemaakt. Dus dat weet ik niet. Broodjeskraam ook dan niemand. Dus dat weet ik ook niet. Nieuwe campagnes zijn weer gestart. Heeft ook nog niemand gebruik van gemaakt van de ballonnetjes. En van de wc? Ook nog niet. Een informatiekiosk? Daar wel, jeebig. We hebben een beetje een tsunami aan mensen. Nu al, hè? We zijn al maar iets van 10 minuten bezig of zo. Precies. Dat doen we toch iets goed, denk ik. You know it. En we hebben nu al 1000 euro winst. Money, money, money. 1100. We zijn iets te goed in het spel geworden. Denk het. En ik heb nu gewoon al bijna, we hebben nu al bijna een aantal Wacht. Ik heb eigenlijk totaal nog niet het doel gekeken. Even 1100 bezoekers. Oh ja, om tenminste 1100 bezoekers in het park te hebben aan het eind van oktober jaar 3. Met een parkwaardering van tenminste 600. Nou, 600 hebben we al. En als ik het zo, als de mensen nog steeds zo door blijven gaan,
hebben we die 1100 bezoekers ook zo. En ik zie dat het zo gaat regenen. Ja, bij mij ook. Dus dat is ook helemaal mooi. Helemaal mooi. Ik zeg... Nee, geen spiraal achtbaan bouwen. Gewoon iets van een junior achtbaan of zo. Of een kleine achtbaan. I don't know. Maak maar iets. Ja, maar even wachten. Eerst een paar klusjesmannen aangenomen en een monteur. Laat je brein losgaan! Niet zo. Nou komt het geld binnen. Papier van Keep Talking Nobody explodes aan de kant. Nieuw A4 blaadje. Tijd voor een hele blauwdruk te maken. Nou, mensen komen zo te zien. Met volle gang parapluutjes. Ja, ze moeten wel. Of ze worden helemaal nat. Ligt eraan net wat je lekker vindt. Kaas. True. Oh, ik dacht dat je de budget van de onderzoek op maximaal had gezet. Nee. Zal ik dat even doen? Dat mag jij doen. Dat heb ik dan gedaan. Hoe komen we aan 3000? Oh, je hebt er links bij gegooid. Niet. Niet? Hoe komen dat alles zoveel? The fuck? Fuck, hoe komt dat? Waar is het geld heen? En die is er 1000. Nu heb ik lening afbetaald. Nou, we hebben in ieder geval behoorlijk wat geld erbij. Of ja, geld eraf. Vanwege dat we attracties hebben gemaakt. Of ja, voornamelijk jij. En de lening. Nu zitten we in onze campagnes. Ik moet even wachten met bouwen. Je doet maar... Ik heb gewoon één groot mierennest ondertussen. Echt, hè? Is het zo saai? Nee. Ik moest gewoon gapen. Kijk, ik zou doen. Wat denken de mensen nu? Het is hier te druk? Nou, dat lijkt me nog best wel logisch. Maar gewoon 25 euro intree in PP. Ik vind en het gek dat het zo hard gaat met geld. En mensen willen in het park komen, dus ik zeg... Ik ga gaan doen. Doen, 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 doen. Nee? Nee. Jammer. Alle marketing kost niet zo heel veel. 1400 euro. Bijna genoeg. En we hebben nog maar ongeveer 100 euro. Yep. Nee hoor, minder. Bij mij meer. Ja, maar je moet van mij uitgaan. Ja, maar dan ben ik best wel iemand die dat niet kan zien. Ja, maar kan ik ook niet. Ah, oké. Precies. Oh! Ik begin weer met spul te strooien, jongens. Paniek. Zoals altijd. Het is schuilkelders. Dus dit ongeveer de achtbaan gaat worden, gewoon 18 dit. Mei hebben we een spannende attractie. Er zit al een motherfucking 600 bezoekers, oeh. Bezoekers, hè, nou? Er is nogal een behoorlijk verschil met 600 en 1800. Het is een drievoudige. Is zo'n bocht wel een goed idee, Ido? Ja, hij gaat het halen. Maar met de G-kracht en zo. Op de snelheid. Oh, dat is een wet van Newton.
Wagen voor gelanceerde vrije val. Ja, de ontstopper versie 3.0. Ja! Maar denk ik wordt het de automatische ontstopper. Nee. Ik vind te waaien. Wush. Wush away. Oh, dat is zo'n achtbaan. Aha. Precies. You knew it. Nou, eens even zien. 18 mei, kom maar hier. Ik wil alleen nog even die attractie bouwen. And that's it. Niks meer en niks minder. Elk best wel basic achtbaantje. twee afdalingen, that's it. En de volgende gedeelte. Voor de rest niet veel. Nee, dat heb je heel goed gezien. Maar we kunnen hem nog een keer updaten. Versie 3.0. Nou, eerst komt 2.0. Nee, daar staan we over. Het is alleen voor noobs. Wauw. Kom maar hier met die 18 mei. Kom hier, jongens! Dat moment dat je zit te wachten op de dag. Als je de stopperversie 3.0 kijkt. Ja, hoop dat je hem krijgt. Maar die krijg ik ook. Kom na. Ja! Kom na Canada. Na da. Wat heeft Canada hiermee te maken? Takata. Dat nummer. Takata. Te zien. Volgens mij had ik hier een nest verspreidt zich. Mark, stop. We moeten een campagne weer inkopen. Zo. Dat was zo hoog dat ik wou. Ik wou nog eentje hoog maken toen je al zei stop. Mensen klagen, het is te druk. Oh, echt? Maar dan gaat onze parkwaardering omlaag. Echt, het is toch ook nooit goed. Oh, kut! Nee! Goed zo, Mark. Daar gaan heel veel bezoekers. Ontstoppen 3.0 gaat fout. Goed zo. We kunnen al stoppen met dit park. Onze reputatie is nu keihard omlaag gegaan. Dat was niet de bedoeling. Hij moet de mensen nu uit het park toch laten gaan. Dus laat het goed meteen al zo'n... Ik dacht van, oh, ik druk één keer. Druk die broer twee keer op die sneltoets. Oh, Mark, tip 1. Begin altijd op de laagste stand. Ja. Oh. Dat is een hele gouden tip. Zucht. Nobody be happy. Ik ga er gewoon zeggen wat er gebeurt. Oké, nou, zijn we dus... Mij had nog een zeik om een slechte grappen. Maar zijn grappen zijn tenminste nog explosief. Oeh. Ja, Mark, ik zal hem nog harder zetten. Kunnen mensen... Dan ga ik eerst mensen drie... Nee. Nou, in ieder geval, voordat dit weer escaleert tot toch wat meer explosies en alles,
Ik ga in ieder geval deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer je even op ons kanaal. En dan zien we een keer weer. Later.